In de wetenschap is het lang zo geweest dat maar een klein groepje mensen bepaalde wat er onderzocht werd en ook wat er over dat onderzoek verteld werd. En dus wat er in de boeken terechtkomt. Dit is ook het geval in het Caribisch gebied waar ik vandaan kom en waar mijn onderzoek zich op richt. En samen met andere collega's probeer ik dat open te breken, probeer ik dat te veranderen. Veel wat wij weten over de geschiedenis van het Caribisch gebied is geschreven door de Europese kolonisator. De inheemse groepen van het Caribisch gebied hebben geen geschreven bronnen voor ons achtergelaten. En dus is het verhaal wat we heel lang gehoord hebben een eenzijdig verhaal. Waarbij een groot deel van de Caribische geschiedenis eigenlijk gewoon mist. Ik onderzoek hoe wij nu samen met gemeenschappen uit het Caribisch gebied dit verhaal kunnen vertellen. Door ze in het hele proces van onderzoek te betrekken. Vanuit het formuleren van onderzoeksvragen tot aan publicatie en communicatie over de onderzoeksresultaten. Voor mij is het een vorm van sociale rechtvaardigheid. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er meer verhalen gehoord worden? En hier moeten we over blijven nadenken, omdat de gebaande paden veel verhalen, groepen en perspectieven uitsluiten. Samenwerken levert heel veel op en het is zoveel mooier en waardevoller als je het complete verhaal kunt vertellen. Ik was in het Caribisch gebied voor werk toen het hier in Nederland allemaal op slot ging. En ik moest de volgende dag meteen een vliegtuig pakken, want het vliegveld op Aruba ging op slot. Dus toen was ik echt op het laatste moment net weer in Nederland, anders was ik nog steeds op de eilanden. En ja, het is niet zo makkelijk om je te blijven concentreren altijd in een vreemde tijd en om alleen maar thuis te werken. Ik mis van mijn familie ook heel erg natuurlijk. Maar ja, als ik me blijf concentreren op dingen die me motiveren, dan komt het wel goed en het gaat al veel beter. Faces of Science.